2021, hopen we tussen de 350 en 400.000 doses binnen te hebben. Alles kan verhogen, de dosis aantallen kunnen verhogen, als we met z'n allen inspannen om deze aantallen voor Suriname te bekrinken. And that will be the power of negotiating with our different countries. Because the Ambassador of India is today present, because it is a grant of India to the Caribbean community, especially to Barbados, from which we as Suriname also have benefited. And I can announce the coming and the arrival of 50,000 doses of AstraZeneca on a very short term. May I have an applause for the Indians. En u, ondanks een mondkapje aan, kan ik toch merken dat u smilt. Ja. Ik ben blij toch daarom. Ik ben blij dat, dat de kick-off succesvol is gegaan. Ik werd nog net gebeld door de vice-president en de president. Ze zitten in de regeringsvergadering. Dus hierna moet ik naar de regeringsvergadering. Maar ik heb ze al geïnformeerd dat het goed te gaan is. De overige personen die zijn gevaccineerd, die zitten ook in de observatieruimte. Gaat ook goed met ze. En ik kan zeggen, ik ben heel hoopvol gestemd. De organisatie heeft een perfect job gedaan. Ik ben zeer verheugd met de kick-off van deze campagne. Hoe voelt het zich? Ik voel me prima. Ik ben me bewust van het feit dat je bijwerkingen kan krijgen. Maar tot nu toe merk ik niets, eerlijk. Ik ben gewoon heel eerlijk. Ik merk niets van een of ander. Het enige wat ik voel is een lichte branding in de plek waar er is geïnjecteerd. Maar dat is lokale irritatie meestal, of een lokale bijwerking. Maar ik voel me heel goed hoor. Ik voel me prima. En wat moesten we daar binnen doen, bij die observatie? Hoe gaat het eraan toe? Ja, de arts monitor. Er is een arts die monitor. En een verpleegkundige. En die om de zoveel tijd kan vragen als het goed gaat, als ik me goed voel. Er wordt geen meeting gedaan of zo. Als je je onwel voelt, dan moet je het even aangeven. En dan wordt er vanuit de medici gereageerd daarop. Krijgen de mensen een papiertje of een document, een paspoort? Ja, mag ik het kaartje? Ik heb zo'n kaart ontvangen. Kijk, hierop staat het. Ramadine Amar, manufacturer AstraZeneca. Ja, ik heb het gehad bij AZP. En mijn volgende vaccin, wat u weet, AstraZeneca moet 2 doses krijgen, dus is op 4 mei. 2021. Ja? En dit krijg je ook mee als is voor de persoon die is gevaccineerd om te weten wat je nog moet doen. Want uiteraard is hier observatie op korte termijn, dus meestal een allergische reactie treedt op in de eerste minuten, kan je zeggen. Want zo is het lichaam erop afgestemd. En de andere bijwerkingen die nog misschien later kunnen ontstaan, daar wordt de patiënt of de persoon geïnformeerd met zo'n formulier. En dan staat er ook wat u moet doen.